We hebben drie kinderen. Jente die is bijna 16, Hilke die is 13 en Chip is 10 jaar. Nou, ik heb een afweerstoornis en ik omschrijf mijn cellen als de soldaatjes. En ik heb te weinig soldaatjes, maar ze werken wel goed. En mijn leider is een beetje vergeetachtig. Dus als die dan een virus heeft aangevallen, dan weet hij niet meer hoe moet dat. Chibbe die is een maand te vroeg geboren. En eigenlijk vanaf dat hij geboren is, is hij eigenlijk ziek geweest. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 4 jaar lang non-stop ziek. En dan niet gewoon een verkoudheidje, maar echt longontstekings, verschillende KNO-operaties. Toen wist ik nog niet dat ik een afweerstoornis had. Dus dan denk je nog niet meteen aan zoiets. Op het moment dat het bij mij bekend was, zag ik bij Chibbe steeds meer herkenningspunten. En hebben we in het Radboud gevraagd van, goh, is dit erfelijk? Nee, het is in principe niet erfelijk. Mijn gevoel zei in ieder geval, ook al is het niet erfelijk, dat er wel iets speelde, met name Chibbe. En de kinderarts heeft daarom regelmatig bloed geprikt, het in de gaten gehouden. En 2,5 jaar geleden vielen we door de mand, zeg maar, en bleek dus dat Chibbe een tekort had en wel degelijk een afweerstoornis. Daarna zijn Hilke en Jente ook alle twee getest en blijken zij in een mildere vorm eigenlijk, maar wel een vorm van een afweerstoornis te hebben. Bij mij heb ik niet vaak hulp nodig omdat ik er niet zoveel last van heb. Maar als het je weer een keer moeilijk heeft of zo, dan is het mooi dat wij er allemaal voor hem kunnen zijn, vind ik. Ik krijg nu iedere week een infuus en daardoor ben ik minder makkelijk ziek en ben ik fitter. Ja, het klinkt gek, maar mijn allereerste reactie was een opluchting. Zo van, ik wist dat er iets niet goed zat. Je bent jarenlang eigenlijk overal tegenaan aan het lopen, je altijd aan het verdedigen. En mensen zeggen, ja, maar hij zit op een kinderdagverblijf. En ja, ze zitten op school. En die kinderen die zijn dan vaker ziek. En dat klopt ook wel, maar je moedergevoel heeft het nooit mis. Dus op het moment dat dit eruit kwam, was mijn eerste reactie echt van, oh, het beestje heeft een naam. Vervolgens krijg je de klap natuurlijk, dit gaat nooit meer over en dit blijft levenslang. En daarna kom je in de molen terecht dat je een behandelplan krijgt. En dan wordt er gezegd dat je kind aanvankelijk om de 3 weken en later iedere week een infuus moet krijgen. En dan denk je, ja, dat is niet mogelijk, hè, een kind iedere week een infuus krijgen. Vervolgens start je daarmee en dan zie je dat je kind eigenlijk na 2, 3 maanden zo enorm opknapt dat het infuus eigenlijk nu op dit moment niet meer echt een issue is. Zonder het infuus heeft je zo'n ander leven als met infuus. Ja, dat ik uiteindelijk nog steeds blij ben dat we die diagnose hebben, hoewel je natuurlijk je kind niks chronisch gunt. Nou, de kinderen van mijn hockeyteam, ja, die weten er nog niet echt iets over. Maar de kinderen uit mijn klas, die weten het en die gaan er wel gewoon goed mee om. Nou ja, wat de ziekte voor ons gezin betekent, is dat we zuinig moeten zijn met onze energie. Dat is eigenlijk het grootste euvel wel van de afweerstoornis. Andere dingen waar je rekening mee moet houden is je hygiëne, omgaan met andere mensen. Je maakt bepaalde keuzes. Soms zijn heel veel mensen ziek en als dat net is op een moment voordat je bijvoorbeeld op vakantie gaat, dan kies je er soms voor om je kind eerder thuis te houden, zodat je die vakantie niet verpest. Andere kant is, je kan een kind ook niet altijd thuis houden en hem allerlei leuke dingen ontnemen. Dus je probeert daar een beetje met z'n allen een modus in te vinden. Soms dan, bijvoorbeeld als we 3 dagen van tevoren op vakantie gaan en er is iemand ziek, dan ga ik, en er is daar een feestje, dan ga ik er niet naartoe. Maar als het niet per se voor een speciale dag is of zo, dan ga ik er gewoon heen en dan ben ik de dag daarna maar ziek. Toen Chibbe geen infuus had, waren er zeker gevolgen voor school. Kon hij heel vaak niet naar school. Afspreken naar school kon hij niet meer, want dan was de energie op. Sporten was al helemaal geen optie, want als hij 100 meter liep, dan moest hij de hele dag van bij komen. Nu is het voor Chibbe anders. Sporten is voor Chibbe echt een uitlaatklep en echt een manier om mentaal enorm veel energie te krijgen. Dus hij sport nu 5 keer in de week. Dat doet hij ook als hij ontzettend moe is. Waar ik dan denk, van, nou, misschien moet je een stapje terug doen, gaat hij juist sporten. Want hij zegt, ik lig liever 's avonds moe in bed, dat ik weet waarvan ik moe ben, dan dat ik in bed lig en niet weet waardoor het komt en het eigenlijk alleen maar die afweerstoornis kan zijn. Dus hij sport veel, de meiden sporten ook veel, juist ook om de conditie goed op peil te houden. Qua school is het wel dat je soms gewoon een moment, een dag of een dagdeel
een time-out in moet lassen om echt weer even bij te tanken in bepaalde drukke periodes of bij bepaalde proefwerkweken of dat ze toch wat actiever daarin zijn. Dat je de drempel iets verlaagt om af en toe een momentje te hebben van we tanken nu bij om te voorkomen dat je de week erna hartstikke ziek bent. Nou, zorg dat heel je familie, dat je ze niet afsluit, maar dat ze gewoon jouw liefde kunnen geven en ja, dat is gewoon heel belangrijk, vind ik. Oordeel niet te snel. Je ziet niet altijd aan de buitenkant van mensen wat er aan de hand is, maar aan de binnenkant kan er echt van alles aan de hand zijn. Mensen met een afweerstoornis zijn absoluut niet zielig. Ik denk dat het mensen zijn met ontzettend veel positiviteit en doorzettingsvermogen. En ik denk dat we er echt samen voor moeten gaan, dat er meer bekendheid komt voor een afweerstoornis. Sowieso voor zeldzame ziekten, zodat we het meer met z'n allen dragen. En mensen met deze afwijkingen geen uitzondering meer zijn. Als tip voor de mensen met dezelfde ziekte zeg ik gewoon doorzetten. En op een gegeven moment wen je eraan. Dus je moet dus gewoon niet bang zijn.